Ze kennen elkaar van de Herman Brood Academie, wonnen de Amsterdamse Popprijs, zijn verkozen als Serious Talent bij 3FM en verzorgde het voorprogramma voor artiesten als Patrick Watson en Blauwtsoen. Morgen verschijnt hun debuutalbum Mr. and Mississippi. Maxime, welkom. Ja. Mooie naam, Mr. and Mississippi. Ja. De Herman Brood Academie in Zwolle? In Utrecht. Oh, in Utrecht. Ja, ik dacht Herman Brood Zwolle, maar in Utrecht? Nee, is in Utrecht. Daar waren jullie klasgenoten? Ja, klasgenoten. Ja, het was gewoon weer een act development vak waar we dus bij elkaar moesten komen. En het was gewoon... we moesten vaak met een bandje spelen. En dit was gewoon heel bijzonder. Dus we hadden gewoon een klik en de vibe was goed. Dus zo zijn we bij elkaar gekomen. Oké, en jullie maken alles behalve Herman Brood muziek? Ja, wat is Herman Brood muziek? Of rock and roll. Ja, het is wel wat rustiger. Ja, wat is het? Het hele mooie, melodieuze muziek. We hebben voor de uitzending iets gehoord. Prachtig. Ja, het kan melancholisch. We kunnen ook wel weer wat harder. Heet dit, maar... heet dit folk gewoon? Of? Ja, de ik denk dream pop kan het ook wel zijn. Dream folky. Pop? Sferisch. Nee, Dream Pop. Oh, Dream Pop. Ja, ik vind het mooi. Zullen we dat doen? Dream Pop? Ja. Het nummer heet? A Northern Sky. Northern Sky. Dream Pop. Eastern shore and sailed across the open sea.